We zijn bij het Koning Willem II stadion, heet het geloof ik hier, in Tilburg. Ja, we gaan bij een ex-Ajax-ziet en een verhuurde Ajax-ziet. Dijks en Sporksleden gaan we even langs. Hey man, ja, gaat goed. Leuk dat jullie er zijn. Ja, we komen je ophalen. Komen jullie me ophalen? Ja. Je bent het kerstpakket van Frank de Boer. Ja. Kijk, die kibbeling die gaat in de winterstop terug. Die kibbeling. En dan gaat het tussen jou en Serrero en dan zoeken jullie het maar uit op een plekje. Oké. Ja. De auto staat daar. Dan wacht ik op het... Moet je nog gedag zeggen hier? Ze maken vrienden hier al. En jij ook, jongen. Je hebt veel te vroeg. Hebben ze jou laten gaan? Ja. Boy is geblesseerd. Boylees is net zo gammel als dat ik zelf ben. Die speelt echt vijf wedstrijden. Dan heb je wat. Ja. Heb je nou je zin hier? Ja, ik speel gewoon elke week. Dus dat is, daarvoor ben ik eigenlijk ook gekomen hier. Hoor. En trainen is gewoon goed. Daar geef ik veel vertrouwen. Dus, Jurgen Stripsel. Strips. Nog even één heel belangrijk ding. Dat moet ik even met je bespreken. Nee, ik weet wel waar het over gaat. Waar gaat het over dan? Over dat van Feyenoord. Ja, dat is niet waar. Nee, natuurlijk niet. Dijks is Ajax. Dat hebben we dus nu bij deze rechter. Ze kunnen het even in de camera zien. Het is nu. Ik blijf Ajax ziet. Het publiek is natuurlijk... Ja, in de Kuip is mooi. Maar Ajax... Ja, weet je wanneer het publiek in de Kuip op zijn mooist is? Als ze met 4-0 achter staan tegen Ajax, dan zijn ze mooi. Dan zie je die bekken vertrekken. Hey. Dan worden ze steeds mooier. In het begin was ik nog wel herstellende. Maar nu ben ik gewoon topfit. Ja. Dus dan wil je ook gewoon spelen. Maar... Komt straks de winterstop erop? Wat ga je doen dan? Ja, wel door blijven trainen. Zorgen dat ik fit, nog fitter word. En uiteindelijk trainer... Het seizoen hier afmaken? Nou, dat weet ik nog niet. Ik denk het wel, ja. Want je maakt geen afspraken met Ajax over speeltijd dan? Want je bent verhuurd. Nee, maar het blijft, je moet het altijd zelf verdienen. Uiteraard, dus dat vind ik ook. Maar er worden geen afspraken over gemaakt? Nee, ik heb ook genoeg zelfvertrouwen om hier naartoe te komen. Te zeggen, ik ga het zelf verdienen. Alleen, En iedereen weet dat je het kan dus? Ja, dat is ook niet het probleem. Alleen, ja, het team draait. En, ja, precies. Ja, wat denk je? Zondag? Wat het is? Zaterdag. Hij moet zeggen, we hebben wel kans. Als ik hun zag tegen ADO. Slecht hè. Je hebt een kans. Dijks, bedoel maar even heel even normaal. Ajax zijn puntjes laten liggen tegen ADO. Die gasten krijgen, je kent Frankie de Boer. Ja, dat is ook zo. Die gasten krijgen nu een week lang... Straftraining. Die gaan gewoon 3 of 4-0 voor jullie winnen. Nee. Jullie gaan een goede wedstrijd spelen, maar je gaat niet winnen. 4-1, een doelpuntje. Dat middenveld wordt helemaal ondersteboven gespeeld. 4-1 doelpunt voor jou. Eigen goal. Kijk, als ze hem niet opstellen, dan gunnen we jullie geen punt. Niks, nul. Ook jou niet. Moet je tegen Strepsel zijn. Ook jou niet. We gaan het zien zaterdag, jongens. Ja. Zwaai even. Wij gaan het zien, jij gaat het meemaken. Uitaai, vriend. Tot gauw, hè? Ja, denk ik. Jij ook. Ja. Laat hem zeg het nog even, wat is je club? Ajax. Ja, goed zo, Dijks. Zo ken ik je weer.